Vorig jaar augustus werd in Delft door de toenmalige hoge commissaris van Indonesië in ons land, Mr. Roem, de eerste paal geheid voor een nieuw gebouw van de Rubberstichting. Onder grote belangstelling werd het deze dagen officieel geopend door de waarnemend hoge commissaris van Indonesië, Mr. Djumhana. Na een korte redevoering drukte hij op een knop, waardoor een installatie in werking werd gesteld waarmee de trekvastheid van rubber wordt gemeten. Het wachten is op het ogenblik waarop de rubberband zal doorbreken. In de rubber ontstaat een grote spanning. In de zaal ook. Met het springen van de rubberband was de ingebruikneming van het gebouw een feit geworden. Hierna maakten de vele autoriteiten een rondgang door het instituut, waar men zich bezighoudt met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van rubber en rubberderivaten. Vooral de onderzoekingen betreffende de vele praktische toepassingen van deze belangrijke grondstof nemen hierbij een voorname plaats in. Zo bestudeert men er de diverse productiemethoden van rubberartikelen, zoals bijvoorbeeld rubberslangen. De laatste jaren is vooral ook de schuimrubber in zwang gekomen, die onder andere gebruikt wordt voor de vervaardiging van zittingen. Dit nieuwe laboratorium met zijn moderne technische installaties is voor de rubberverwerkende industrieën van grote betekenis.